Dames en heren, goedemorgen. Vier mooie dagen. Althans, dit wordt de vierde mooie dag, hopen we. Maar in ieder geval drie hele mooie dagen. Met allerlei onderwerpen die gaan over VVE's. De reden waarom je nu achter uw eigen koffietafel zit in een wat andere setting dan normaal. Maar ja, een hele mooie setting. Een digitale setting. De vierde dag in de landelijke week van de VVE. Welkom. Mijn naam is René Brinkhuizen. Ik heb de eer om deze sessie namens VVE-Belang te mogen openen. Ik ben zelf bestuurslid van Vastgoedmanagement Nederland, met in portefeuille, u raadt het al, de VVE's en alles wat daarmee verband houdt. Zelf zo'n kleine 28 jaar actief in dit vak, in dit mooie vak. En tegelijkertijd een vak wat ons constant voor nieuwe uitdagingen stelt. Modernisering, verduurzaming en al dat soort zaken meer. We hebben al mooie onderwerpen de revue zien passeren de afgelopen dagen. Onderhoud, duurzaamheid, liften, allemaal zaken die dagelijks in VVE's aan de orde komen. En we hebben nog mooie onderwerpen te gaan. Bouwkunde is er om maar één te noemen. De MJOP met alles wat dat dan betekent voor de VVE. Kortom, genoeg leuke onderwerpen om stay tuned te blijven in deze mooie week. Wat is nou de taak van de VVE? Daar verschillen nog wel eens de geluiden over. Eigenlijk is het simpel. Het in stand houden van het gebouw en ook wel het beheren van de belangen van de gemeenschappelijke, de gezamenlijke eigenaars. Want u bent nu eenmaal van rechtswegen aan elkaar verbonden doordat u lid bent in een VVE. Hoe zit het dan met beheer? Een hele belangrijke rol. Dat kunt u zelf doen uiteraard als bestuurder, als beheerder, technisch of administratief. U kunt dat natuurlijk ook uitbesteden aan partijen zoals professionele beheerders, die dat ook weer kunnen in de rol van of beheerder, administratief of technisch, maar ook in de rol van bestuurder, als u daar behoefte aan heeft. Ook zie je vaak dat professionele beheerders een dagvoorzitter, een voorzitter van de vergadering ad interim kunnen leveren. Alles ten dienste van die VVE. En om te zorgen dat het gemeenschappelijk eigendom, het gebouw met alles wat daarbij hoort, goed beheerd wordt. En dat beheer, dat is een onderwerp waar we het vandaag met u over willen gaan hebben in deze vierde dag van de week van de VVE. Waarom is dat nou zo belangrijk, dat beheer? Ja, het is vrij simpel. Er moet een vertaalslag plaatsvinden vanuit wat de leden willen. Dat moet geïnventariseerd worden, dat moet voorbereid worden, dat moet verkend worden. En er moet een vertaalslag uiteindelijk worden gemaakt naar het nemen van besluiten en het uitvoeren van die besluiten. En als het gaat om het vervangen van het dak, dan lijkt dat een eenvoudig besluit. We kiezen aannemersbedrijf X en we vervangen het dak. Maar hoe zit het met verduurzaming? Hoe zit het met energie? Hoe zit het met andere voorwaarden in het kader van subsidies? Allemaal zaken die in toenemende mate in de dagelijkse praktijk van de VVE aan de orde komen. Zijn er dan do's or don'ts in zo'n VVE? Als beheerder, als bestuurder? Oh ja, zat. Maar het begint bij de simpele constatering dat een vereniging van eigenaren mensenwerk is. Er zijn eigenaars. U woont met elkaar. U staat met elkaar in dezelfde lift. U loopt in dezelfde bergingsgang. Behandel elkaar als gelijken en probeer samen het gemeenschappelijke belang waar de VVE over gaat veilig te stellen door goed te zorgen voor het gebouw. En dat is belangrijk, want er zijn zaken zoals onderhoud die daarbij aan bod komen. En daar moeten soms hele uitvoerige besluiten over worden genomen. Kun je dat dan zelf als beheerder of als misschien zelfs bestuurder? Ja, natuurlijk, dat kun je heel goed. Maar aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je juist een stukje professionele ondersteuning nodig hebt van een partij wiens dagelijks werk het beheren en besturen van VVE's is. Dat betekent op dat moment dat je kunt vertrouwen, mag vertrouwen, op de expertise van zo'n kantoor, van zo'n beheerder, van zo'n bestuurder. Maar niet zomaar. Veiligheid van gelden, zijn allemaal een heel belangrijke zaak. De verhalen van beheerders die er met de kas vandoor zijn gegaan, zijn gelukkig verhalen die tot het verleden behoren. Maar toch, waakzaam zijn op gelden, goede afspraken met de beheerder maken over wie beheert de gelden, wie tekent er mee, wie moet een akkoord geven voor betalingen. Allemaal zaken die in het kader van transparantheid voor die beheerder van belang zijn, zodat die beheerder de vereniging mee kan nemen in het dagelijks reilen en zeilen van de club met alle aspecten, of het nou van een eenvoudige lekkage tot een totaal verduurzamingstraject is. Samen, dat is toch echt waar een VVE om mag draaien.
In de tijd van corona merk je dat mensen veel meer thuis zijn. Het thuiswerken is nu het credo. Was het ook het afgelopen jaar en hoe dat in de toekomst zal zijn, ja, dat laat zich alleen nog raden. Mensen zijn meer betrokken bij de VVE. Ze zien meer, ze ervaren meer. Ze zijn communicatiever naar de beheerders, naar het bestuur toe. Er komen meer meningen, meer standpunten. En soms is het even moeilijk, maar het is een goed gegeven. Want je raakt veel beter met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen van die VVE. Is er een antwoord op de vraag, moet je het zelf doen of uitbesteden? Ik weet het niet. Het is per vereniging anders. Je kunt 3 identieke gebouwen hebben in dezelfde straat naast elkaar. En alle 3 hebben een volledig ander milieu waarbinnen de vereniging zich afspeelt. Met andere besluitvorming, met een beetje pech zelfs wel andere actes en reglementen van splitsing, omdat ze op een ander moment gesplitst zijn. Allemaal zaken waar je rekening mee dient te houden. Er is geen universele weg hoe een VVJ werkt. Er is maatwerk. En bovenal, het is mensenwerk. En dat vraagt iets van de leden van de VVJ, maar dat vraagt ook iets van de beheerder, betrokkenheid en alles wat er nodig is om de VVJ ten dienste te zijn binnen een goede set duidelijke afspraken, zodat partijen weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten. Ik hoop dat u een mooie dag zult hebben vandaag. Ik ben ervan overtuigd dat het ongetwijfeld een hele leerzame dag gaat zijn. Al is het alleen maar omdat Kees straks een totaal blok actualiteit zal presenteren, waarin u na het aanhoren van dat blok weer helemaal up-to-speed bent over wat er op dit moment speelt in VVE-land. We gaan het hebben over de toekomst van het VVE-beheer. Ook een onderwerp aan een tafel met een aantal partijen. Van hoe ziet die toekomst voor dat VVE-beheer, dat VVE-management, hoe ziet die er nu uit? Een stukje certificering is bijvoorbeeld een onderwerp wat daarbij aan de orde zal komen. Interessant om eens naar te kijken als u nadenkt over hoe ga ik het beheer van mijn VVE vormgeven. We gaan het vandaag tenslotte ook nog hebben over het goed besturen en wat het dan is en hoe dat eruit ziet. Nou, we nemen u graag mee in de presentaties van vandaag over hoe dat zou kunnen. En er wordt ook een stukje interactiviteit met u, komt eraan de orde, waarin u zelf ook de gelegenheid krijgt om te reageren op de zaken die voorbij komen. Dat is het voordeel van deze manier van digitaal bijeenkomen op deze manier. Ja, en last but not least zullen we het ook hebben over de bouwkundige actualiteiten en alles wat daar nog over te melden valt. Ik wens u een ontzettend leerzame en leuke dag, want het mag ook leuk zijn. Neemt u vooral nog een kopje koffie, want het is uw eigen vertrouwde kop koffie. Dat vind ik een voordeel. Ik wens u een leerzame dag. Veel plezier. Bent u bij VVE Belang aangesloten? Dan is de telefonische helpdesk gratis voor u bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Laadpalen of zonnepanelen bij uw VVE? VVE Belang helpt u met het opstellen van een gebruiksovereenkomst. Ook kunnen wij het huishoudelijk reglement screenen. Wat hoort hier in thuis? Wat juist niet? Genieten van vele voordelen in één pakket? Maak dan gebruik van het Juridisch Plus pakket. Ga naar onze digitale stand of naar onze site voor meer informatie. De bouwkundigen van VVE Belang staan u graag terzijde. Zij zijn specialist in het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Elk jaar bezoek van uw adviseur, onbeperkt telefonisch advies, het doornemen van onderhoudscontracten en nog veel meer? Maak dan gebruik van de bouwkundige coach. Kijk op onze digitale stand of ga naar onze site voor meer informatie. De gecertificeerde EPA-adviseur van VVE Belang stelt voor u een energieadvies op en benadert duurzaamheid in brede zin. Ten behoeve van dit advies worden alle onderwerpen onderzocht die voor een VVE van belang zijn om het gebouw te verduurzamen. De vraag, wat zijn de consequenties voor de servicekosten van de VVE, kan ook beantwoord worden. Kijk op onze digitale stand of ga naar onze website voor meer informatie en vraag een energieadvies aan.